Voor de vijfde keer wordt het voetbalverzamelbeurs georganiseerd. Nu in 2017 op 7 januari. Ja, het is slecht weer vandaag. De opkomst is evengoed nog prima. Ben je tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden. Ik had het niet verwacht. En ik hoorde net dat er zelfs iemand uit Doetinchem hier naartoe is gekomen. Mensen uit België om 4 uur vertrokken. Speciaal van Rob Rensenbrink. Dus wat dat betreft hebben mensen toch de weergoden getrotseerd. En de beloning is ernaar. Dus... Vertel de kijkers even wat hier allemaal te vinden is. Nou ja, eigenlijk is er van alles op voetbalgebied te vinden. Shirts, sjaals, dingen uit de 20e jaren, maar ook vrij recent. En mensen zoeken bijvoorbeeld ook het ontbrekende voetbalplaatje. En dan gaan ze vaak euforisch weer naar huis als dat gelukt is. En dan zijn ze weer even een jochie. Doet het jou wat om standhouders hier te zien met allerlei oude voetbalhistorie? Nou, dat doet mij heel veel. Want ik ben zelf natuurlijk niet alleen een voetbalman omdat ik in die wereld heb gewerkt, maar omdat ik altijd liefhebber ben gebleven. Ik ben ook altijd fan gebleven. Ik heb ook dingen verzameld. En dan zie je dat hier gebundeld, hè, iedereen op zijn eigen vakgebied. De een heeft plakboeken, anderen hebben speltjes, sommigen hebben echte voetbalboeken. En dan, dat is hartverwarmend, vind ik dat. Rob... Welkom bij 251 TV. Je hebt net gesigneerd. Dat was ook voor een speciaal doel, hè? Dat was ook voor spieren voor spierziektes, hè? Nou, ja, en dat komt bij mij ook wel dichtbij, want ik heb het ook, spierziekte. Ja. Dat is vervelend, want je krijgt steeds krampen in je vingers of in je benen. Maar de gezondheid is goed. Maar ik heb het al 4 jaar. Het moet ook wel een speciaal gevoel zijn dat mensen die met zo'n shirt komen hier ook zich voor inzetten. Ja, dat vind ik hartstikke goed, ja. Wat doet het u, meneer, dat Rob Rensenbrink zo de handtekening gezet heeft? Bijzonder, dat meen ik echt. Dat ik zo'n fenomeen in levende lijve kan zien en bedanken voor al zijn mooie momenten. Want dat is echt onvoorstelbaar wat deze man gepresteerd heeft. Maar ook bij Oranje en zeker bij Anderlecht. Op Europees niveau. En dan presteren, de bekers veroveren. En hij altijd op de achtergrond. Wilde nooit op de voorgrond. Maar nu ben ik heel blij dat hij op de voorgrond is. Want dat verdient hij. Wat doet het jou om op deze beurs zo rond te lopen en rond te kijken? Heb je daar een beetje nostalgie voor? Nou, als ik zo een beetje rondloop en je komt steeds je eigen portret tegen. Dan denk ik, nou, dat de mensen nog zoveel, hoe moet ik het zeggen, een hobby is om te sparen. Om al die dingen uit het verleden. En dat is wel leuk. Op de voetbalbeurs is ook Simon Kistenmaker, nog beter bekend als De Kist. Wat doet het jou om hier te zijn? Wat ik dan mooi vind, mensen die je jaren niet gezien hebt, dat je die weer tegen het lijf loopt. Je hebt natuurlijk een prachtige carrière gehad en Toon Beijer die heeft net een gedicht voorgelezen. Dat deed je wel wat, hè? Ja, in de eerste plaats is het een geweldig mooi gedicht. Uit zijn ziel en zaligheid vandaan. Hij heeft toen ook geschreven dat memoreer die kort, dat zijn dochtertje hersentumor had. En ik ook, hè, dat we hebben moeten knokken om weer normaal te gaan leven. En dat doet je dan wat. En Toon, daar heb je jaren lief en leed mee gedeeld. Een intelligente man is het. Ik heb hem ook wel eens verrot gescholden, als hij me niet aanstond. Er zijn hier ook voetballers die naar jou toe komen die jij ook inderdaad verrot gescholden hebt, want dat kon je. Maar evengoed goede vrienden. Zoals al die clubs waar ik gewerkt heb, was ik hard voor spelers, maar wel altijd eerlijk. En ik denk dat ook gewaardeerd wordt, dat je heel duidelijk en eerlijk bent. Want daar gaat het om. Toon, je bent altijd assistent van Simon Kistenmaker geweest, van De Kist. Hoe voelde dat toen? Dat had een speciaal iets voor mij, want hij zei me later dat hij mij gescout had. Ik kom dan uit de Achterhoek en we speelden met een streekteam van de Achterhoek tegen de Graafschap. En ik speelde met mijn team 1-op-1 over het hele veld en dat deed Kistenmaker ook. En dat vond hij zo indrukwekkend dat hij me vanaf die tijd een beetje is blijven volgen. En een keertje een wedstrijd heeft bekeken. En toen mij heeft gebeld om te vragen of ik geïnteresseerd was om zijn assistent te worden. En daar is een hele goede vriendschap ook uit ontstaan. Ja, ik heb dan een gedicht geschreven. En daar staat dan in vader, broer, vriend. En dat houdt dan eigenlijk alles in van wat ik ervan vond. Hij heeft een beetje de rol van mijn vader overgenomen toen. Hij was een vaderfiguur voor me. Maar hij was ook een broer van me en hij was een kameraad van me. Dus er zaten alle facetten in die je maar alle kunt bedenken die je in vriendschap terugvindt. De titel van het gedicht is De Rechterhand.
Er staat als vijf sterke mannen de kist ten graven dragen, dan wil ik de zesde zijn, in het midden van de linkerhand. Je gedicht eindigt met de getuige getuigt in zwijgen en zonder vragen, want trots tot het laatst je rechterhand.